Beautiful Science. Ik heb eerst Nederlands gestudeerd. En in mijn master ben ik me erop gaan toeleggen hoe we aan taal komen. Eigenlijk de evolutie van taal in mensen. Hoe zit dat? En vlak voordat ik mijn scriptie ging schrijven, woonde ik een lezing bij van een hele bekende evolutiewetenschapper, Robin Dunbar. En die had een prachtig verhaal over hoe menselijke sociale intelligentie werkt. Maar op een gegeven moment zei hij iets over ons vermogen om een Shakespeare-stuk te begrijpen. En daarvan dacht ik, nou, dat klopt volgens mij niet. Dat wil ik echt tot op de bodem uitzoeken. En daar ging mijn scriptie over. Neem de Pistorius-zaak. Die Zuid-Afrikaanse atleet die zijn vriendin doodschoot. De vraag die iedereen bezig hield was het nou moord of was het een vreselijk ongeluk? Nou, de kranten die schrijven daar over maar een paar zinnen op. En toch hebben lezers al heel snel een heel uitgebreid en ingewikkeld beeld van wat er aan de hand is. Namelijk dat een journalist beweert dat een woordvoerder zegt dat een politiedetective gevonden heeft. Dat Pistorius claimt dat hij dacht dat niet zijn vriendin op de wc zat, maar een inbreker. Zoiets begrijpen krantenlezers eigenlijk meteen. Terwijl er in de krant maar 2 of 3 zinnen staan. Hoe kan dat nou? Nou, in die krantenlezers zit een hele grote database met kleine verhaaltjes opgeslagen. En die zijn daar in de loop van hun ontwikkeling, hun taalverwerving en het omgaan met verhalen terechtgekomen. En die verhaaltjes worden door de journalisten eigenlijk met een paar woorden geactiveerd. En daarom kunnen wij ons heel snel een beeld maken van die buitengewoon complexe situatie. Over dat gedachtenlezen, dat inschatten wat anderen denken, bestaan in heel veel verschillende vakken opvattingen. Psychologen hebben daar onderzoek naar gedaan, filosofen, biologen, taalwetenschappers. En het is heel belangrijk dat die inzichten ook eens in de zoveel tijd bij elkaar gebracht worden. De onderzoeksgroep waar ik in zit, in Leiden, die doet dat. Onderzoek doen houdt ook in dat je voortdurend een soort acrobatiek met je hersenen uitvoert. Je moet de hele tijd om dingen heen denken, anders denken, vanuit een ander perspectief bekijken enzovoort. Ja, en dat is niet alleen heel prettig om te doen, maar daar heb je met alles wat je doet wat aan. Een van de dingen waar je als onderzoeker heel erg voor uit moet kijken is dat je niet 24 uur per dag alleen maar met je onderzoek bezig bent. Wat voor mij heel erg goed werkt is muziek maken. Ik speel in een bandje. Ik ben ook heel goed bevriend met mijn bandleden. En op het moment dat ik de oefenruimte instap of op het podium stap, dan kan ik natuurlijk nooit meer denken aan evolutie van je brein. Ik ben nu ongeveer halverwege mijn onderzoek. En waar ik erg naar uitzie is dat ik binnenkort naar Oxford in Engeland ga om daar samen te werken met de onderzoeksgroep van Robin Dunbar, die evolutiewetenschapper naar wiens lezing ik in 2010 ging en waar het eigenlijk allemaal begon. En dat is een hele spannende groep om te werken, omdat daar mensen uit heel veel verschillende achtergronden bijeen worden gebracht. En nou ja, dat is een heel erg inspirerende omgeving die denk ik ook heel goed bij mijn onderzoek past. Faces of Science.